Al sinds honderden jaren is de Nederlandse zindelijkheid overal een begrip. Tenminste, waar het de exterieurs van de huizen betreft. De middelen die men vroeger gebruikte waren primitief, maar ruim voldoende. De ragebol bewees nuttige diensten bij het schoonhouden van de ramen. De later gekomen koperen spuit maakte het werk wat gemakkelijker. Met het voortgaan van de tijd werden de steden groter en de huizen hoger. Ramenlappen werd toen een beroep. Het is tegenwoordig zelfs gespecialiseerd vakwerk. En vaak ziet men glazenwassers als vliegen tegen torenhoge gebouwen gekleefd. De glazenwasser in de 20e eeuw beweegt zich op tientallen meters hoogte even zeker en gemakkelijk als op straat. Dankzij een vergaande perfectionering van zijn beroepsuitrusting. Hij kan zich verticaal voortbewegen, maar ook als hij een hele verdieping wil afwerken, horizontaal. Een schoonmaakbedrijf in Amsterdam beschikt sinds kort over een Magirusladder. Een gevaarte dat uitgeschoven een hoogte kan bereiken van 26 meter. Deze ladder is geconstrueerd van aluminium en heeft het voordeel dat drie mannen tegelijk hun werk kunnen doen. Wie op dit hoge niveau zijn dagelijks brood verdient, mag niet aan hoogtevrees lijden, want één enkele misstap kan fatale gevolgen hebben. Dagelijks doen deze mensen hun lang niet ongevaarlijke werk. Met recht kan van hen gezegd worden dat de wereld aan hun voeten ligt.